over The Sound of Music zeggen, maar het meest aantrekkelijke vind ik ook, anno nu 2014, dat zijn de bijrollen, de dubieuze bijrollen. Die trieste barones, die dubieuze oom Max en die foute postbode. Gelukkig heeft Albert Verlinde Entertainment veelbelovende castbeslissingen genomen en zijn juist die rollen heel interessant gecast. Ik ga Liesel spelen. Ja. Ik vind dat heel bijzonder, want ik ga dus een 16-jarig meisje spelen, terwijl ik zelf ook 16 ben. Hey, gebeurt niet vaak in het acteurswezen. Precies, daar hadden we het ook over. Dat gebeurt helemaal niet vaak. Nee. En ik vind het zo bijzonder, omdat ik begonnen ben als Marta 6 jaar geleden. En nu naar Liesel. Dit is een soort doorgroeiproject. Jij was al eerder Sound of Music zoontje. Ja, ik speelde 12 jaar geleden Koert. En toen was met Maaike. Maaike was mijn gouvernante. Nu zijn we 12 jaar later en nu speel ik Rolf. Dus er is veel gebeurd in 12 jaar, maar ik kom toch weer terug naar waar ik begonnen ben. Ja, je haar heeft 3 verschillende kleuren meegemaakt. 3 verschillende kleuren. En nu is het een soort van rossig, oranje. Maar de bedoeling is bruin. Dus laten we maar gewoon denken dat het bruin is. Wat vind je zo mooi aan de rol van Liesel? Ik vind het heel mooi dat ik... Ik heb natuurlijk altijd kinderrollen gespeeld. En nu ga ik dus eigenlijk de oudste dochter spelen die zo volwassen wordt. Dus ook verliefd is op Rolf en heel dat de oorlog erbij. Maar dan toch die jongere broertjes en zusjes nog onder zich. Op een breekpunt van iemands leven ga je staan. Precies. Ja. Heel mooi gezegd. Ja, precies. I remember, father. Play us something we know. Please. Ja. Jij bent een van de weinigen die niet eerder in de Sound of Music heeft gespeeld van deze cast. Een van de weinigen, ja. Maar je hebt hem vast wel elke kerst met je familie gezien. Ik heb hem onlangs nog gezien met mijn kinderen. En die zagen het wel voor de eerste keer. Ja? En die vonden het fantastisch. Ik was heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ja? Wat ze van het zouden vinden, omdat het al een oud verhaal is. Mm-hmm. En de film is oud, ik heb hem zelf als kind gezien. Mm-hmm. En zij vonden het helemaal fantastisch ook. Wat zorgde in die film ervoor dat ze hun smartphones en iPads neerlegden? Nou, ik denk omdat er eigenlijk wel heel veel te lachen valt. Maria is ontzettend komisch. En wat ze met de kinderen doet is heel leuk. En de muziek. Mm-hmm. Want stiekem kennen mijn kinderen ook. En ik denk heel veel kinderen eigenlijk toch wel veel nummers. Zoals Doremi en Edelweiss. Er zijn toch wel meer bekendere nummers in dan ik dacht. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg aanspreekt. Ja. En het liefdesverhaal wat erin zit en de naderende Tweede Wereldoorlog, dat zijn wel ingrediënten die allemaal aanspreken. Maar jij, wier leven zich beweegt tussen paté, bioscopen, 3D-films en games. Wat is nou aantrekkelijk aan The Sound of Music? En het is een heel warm verhaal. Het is heel liefdevol. En je ziet hoe die kinderen dus in het begin alleen maar gedrild worden, strak. En dan komt er dus iemand, er komt Maria en die... Je brengt weer liefde in de familie. En alles wordt weer warm. En je ziet dus die familie helemaal weer opbloeien. En ik denk dat dat heel, heel mooi is aan Sound of Music. Het is helemaal niet sloom. Het is hartstikke fantastisch. En Sound of Music is altijd. Dat blijft actueel en het blijft leuk. En de muziek is toch fantastisch. Why didn't you tell me? What? To bring along my harmonica. Eerlijk gezegd... Dat heb ik je al eens eerder verteld, was ik nooit zo geïnteresseerd in musicals en dat soort dingen. Dus ik heb die film pas heel laat gezien. En wist ik er niet zoveel van af. Maar de rol lijkt me heel erg leuk. Ja. En vooral ook vanwege in welke tijd het zich afspeelt. Vlak voor de oorlog, mm-hmm. Vlak voor enorme ellende die zou gaan gebeuren. En dat weten wij nu allemaal als we naar kijken. Ja. En... dat vind ik ook wel een hele mooie toegevoegde waarde aan deze musical, hoor. Dat het niet alleen maar over een liefdesverhaaltje gaat en la la la, tralala, doremi. Nee, dat het ook nog iets... Kinderen moeten hun ouders straks vragen van, maar wat is er dan gebeurd? Waarom waren die mensen zo bang? Weet je wel? En volgend jaar is het 70 jaar geleden, hè, dat die oorlog is geweest. Mm. En maar laten we dat in godsnaam niet vergeten, zeg. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet mee opgevoed. Nee. Maar dat betekent niet dat ik niet kan waarderen wat de Sound of Music inhoudt. Want dat kan wel. En ik denk dat het voornamelijk, maar dat is heel persoonlijk, voor mij werkt het heel nostalgisch. Ja. En ik denk dat daar de kracht van de Sound of Music ligt. Als ik nu kijk naar de voorstelling Zonneveld waar ik nu in sta. Hoe mensen naar buiten komen. Het eerste wat ze zeggen is, ja, ik kon er liedjes mee zingen. Dat vonden ze zo fantastisch. En ik denk dat de kracht van de Sound of Music dat ook is. Ja. Mensen kunnen meedijnen. Mensen kunnen mee met het verhaal. Het is natuurlijk een heel...
Ja, het is een verhaal wat iedereen wel heel erg aanspreekt. Ja. Dus ja, je kan er natuurlijk persoonlijk wel of iets niet mee hebben. Maar ik denk dat het een hele grote kracht is. Daarom komt het ook al voor de derde keer terug. Ja. En is het gewoon een enorm succes. Maar misschien is het feit dat je 2 seizoenen gedwongen het verleden hebt moeten bestuderen. dat je ineens nostalgisch bent geworden. Nou goed, ik kan het wel waarderen. Ja. Ik ben ook wel qua persoon zo. Maar ik merk meer dat het publiek dat ook heel sterk heeft. Ja. Mensen willen even terug naartoe. Ja. En een soort met een warm gevoel de voorstelling verlaten. En ja, dat denk dat de Sound of Music dat ook heeft. We hebben nog niet zo lang geleden Annie gemaakt. En daarvan hebben we toen ook al aangekondigd, dat is een beetje Annie 2.0. Een nieuwe versie, een frisse versie. Waarin we toch wel door de ogen van de 21ste eeuw kijken naar hoe je theater maakt. Maar natuurlijk wel met de nostalgie van zo'n voorstelling erbij. Ja. En die voorstelling is opgevallen. Door de rechthebbenden van Annie zelf. En die hebben er in Londen met hun collega licentiehouders over gesproken. En verteld van daar is iets moois in Nederland wat ze daar gedaan hebben. En Rodgers en Hammerstein, de rechthebbende daarvan, of de vertegenwoordigers daarvan, die waren bij dat gesprek, hoorden dat, zijn op eigen gelegenheid komen kijken in Nederland naar onze Annie. Mm-hmm. En een dag later kreeg ik een e-mail waarin stond van: beste Albert Vlinde Entertainment, wat jullie daar doen, dat vinden we best heel bijzonder. En zouden we niet eens kunnen praten over een versie van The Sound of Music met die manier van werken? En nou ja, zo geschiedde, daarom staan we hier vandaag. En jullie eerste gedachte was, maar dat hebben we 6 jaar geleden in de Efteling al gedaan. Nee, want ik snap precies namelijk wat ze bedoelen. Omdat we nabij, en we hebben Annie ook al een keer eerder gedaan. Maar onze tweede versie van Annie, die 2.0 versie, dat was wel een andere versie. Die was wat, wat sneller van karakter, wat frisser van karakter. Maar wel lekker dat je wel dat weeige Annie gevoel in je buik krijgt. En datzelfde gaan we nu doen bij de Sound of Music. Ja. Isn't this fun? Four? I'm number 5. Oh, yes. 8. 2. 4. 6. Oh! Je kunt van alles zeggen over The Sound of Music. De rol van de barones is altijd goed. Ik hoop het. Ik heb altijd medelijden met haar. Dat filmbeeld met een bal die kinderen vreselijk te verleiden tot een spel. Fantastisch. Ja, maar dat vind ik ook zo mooi in de rol. Precies. Het is, iedereen zegt ja, of het is een beetje een bitch, of het is grappig. Maar daar zit natuurlijk een hele trieste andere kant op. Ja. Waar ik ontzettend benieuwd naar ben. Ja. Want ze wordt gewoon keihard afgewezen. En de dingen, het lukt er maar niet. Mm-hmm. En ik ben daar gewoon vreselijk benieuwd naar. Ja. Dat is wel een uitdaging. Als Lisbeth List ben je ook wel eens de afgewezen vrouw geweest. Ja. Maar dit is in het kwadraat, denk ik. Ja, dit is wel nog wel wat pittiger, ja. Nou, ik vind het leuk. Het is een volwassen vrouw. Ja. Het is niet meer een kind van 18. Nee. Het is gewoon een vrouw. Ja. En ik ben inmiddels ook wel 30. Ja. Dus het ligt nog gek genoeg best wel, nou, niet die afwijzing, maar gewoon qua leeftijd, qua verhaal, kan ik me daar best wel in vinden. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Vind je het niet jammer afscheid te nemen van de jeugdige rollen? Nee. Nou ja, goed, ik weet heel goed dat ik niet meer... Je bent geen Sabrina van Veen meer, nee. Nee. Nee, maar dat is ook niet erg. Want ik vind het heel prettig ook om ouder te worden in die zin. We worden allemaal volwassener. En daarom vind ik het zo leuk dat AVE, Jeroen en Albert, hebben gedurfd om te zeggen: Cindy, jij moet die rol gaan spelen. En ik ben misschien geen 38, wat misschien de gemiddelde leeftijd is voor die rol. Maar dat ze durven dat ik een mooie volwassen rol mag gaan spelen. Ja, daar pas ik, vind ik zelf, ook beter in dan een meisje van 18. Nog even naar Frankie Valli. Dat moet toch your finest moment zijn? Elke zondag zo'n beetje. Ja, het was echt heel leuk. Ja. Het is echt te gek. Ik ben echt heel blij dat ik het heb mogen doen en dat ik het doe. En het is, ja, het is wel echt een droom om dat te doen. Maar er komen weer nieuwe dingen aan. Ja, uiteraard. Ja, en ik hoor mij te onttrekken aan een mening, maar jij bent een van de weinige Frankie Valli's die het volhoudt tot in de 120ste minuut. Yes! En ik kan het weten. Je kan het weten. Je hebt me 2 keer gezien. Ten slotte, vind je het erg dat je niet meer zo hoog hoeft te zingen? Nee hoor. Dat blijf ik wel gewoon doen, maar dan onder de douche.